De gemeente Nijmegen investeert in een onderwijsprogramma om jongeren te leren omgaan met geld. Te vaak nog blijkt dat jongeren in een schuldsituatie belanden. En dus kan geconstateerd worden dat er in het huidige onderwijs niet voldoende aandacht aan besteed wordt. We hebben een aanvalsplan armoedebeleid. Daarin hebben wij ontdekt dat een hele specifieke doelgroep van minderjarigen, zo rond de 15, problemen ondervinden. Met name op het gebied van schuld, waar het om gaat. En we hebben bedacht om samen met het onderwijs specifiek die doelgroep van rond de 15 jaar, 15 tot 18 jaar, extra aandacht te geven om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat ze schulden gaan opbouwen. En daarvoor hebben we wat oudere ervaringsdeskundigen, ook uit een iets oudere doelgroep, die gaan juist hun jongere vrienden en vriendinnen vertellen wat de problematiek is en hoe ze dat gaan oplossen. Het is een algemeen signaal wat wij opvangen en gezegd hebben van nou, dat moeten we in ieder geval, omdat het toch min of meer een lacune is, die proberen we nu zo goed mogelijk op te vangen. We gaan het nauw samen doen met scholen. Hoe het precies gaat verlopen, dat kan ik u nog niet zeggen. Maar de scholen die hebben daar een belangrijke rol in. En we gaan kijken van waar het meest doelmatig is. Waar ook de ruimte is in de onderwijsprogramma's om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen en zo effectief mogelijk. Het is een eenmalig iets. En we proberen dus vanuit de ervaring die we opdoen in dat experiment, in die pilot proberen we een evaluatie te krijgen van moeten we hier nou meer op investeren of niet? En hoe kunnen we zo effectief mogelijk die middelen dan inzetten?